video vandaag. Ik ga spelen met de Shiva Assault Rifle. Want als jullie de video van gisteren hebben gezien, zei ik dat de Shiva nog gold moet. En de XR2 om Diamond Cannon te unlocken op mijn AR's. Dus ik ga vandaag dit potje even met de Shiva spelen. Om te kijken of ik daar iets meer headshots mee kan farmen natuurlijk. Op mijn Shiva heb ik staan een Elo Sight stok en Rapid Fire natuurlijk. Met de mooie nuke dan kan ik speel met de Street UAV Count UAV in de Hater. En de Annihilator Specialist. Dus mocht je deze video vast leuk vinden, laat dan even je blauwe duimpje omhoog achter. Natuurlijk helpt mij enorm. We spelen weer op de map combine, maar ik ben wel een andere lobby gejoined. Gewoon om de variatie wel een beetje in het spel te houden natuurlijk. Maar als jij deze game speelt, weet je dat de Shiva een heel sterk wapen is. Ah, kut, die je heel goed kan gebruiken als je hem goed mee kan omgaan. Nu is het probleem, ik moet er headshot mee maken en ik weet niet echt chill attachments voor headshot classes. Dus ik denk dat ik er high caliber op ga zetten en iets van hardcore ga spelen of zo. Of gewoon zoals ik dit deed, zulke headshots maken. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik weet nog niet. Laat even. Ik denk dat ik het. Kut. Ik vind die stok echt kut op dit wapen. Serieus. De stok op dit wapen maakt het echt heel irritant om ermee te spelen. En aan de ene kant ook wel weer chill. Maar oké, dus weer een headshot erbij. Daar gaat het om. Die stok zorgt er misschien juist ook voor. Dat we juist snel kunnen manoeuvreren, als je begrijpt wat ik bedoel. Weer een headshot. Dat gaat wel lekker. Fucking hell. Ik word geoutgunned. Zelfs door een annihilator ook. Maar, ja, ik speel natuurlijk met 3 attachments. Dus ik heb geen flag jacket. Aangezien niet iedereen deze game een granaat gebruikt. Vind ik dat je flag jacket niet echt nodig hebt. Maar Six Sense is eigenlijk wel een must have, vind ik. Ik weet niet of jullie dat ook vinden. Ik vind hem wel. Is die grootste beest verdwenen of zo? Ja, oké. Okay. Ik ben echt dom. Hier kon ik niks aan doen. Echt, er stond opeens 3 man voor me. Uit het niets gewoon. Uit het fucking niets. Nou. Als we weer wat headshots binnen kunnen slepen deze pot, zou dat mooi zijn. Het ziet ernaar uit. We hebben er nu al 3 of zo. Dus elke headshot telt in ieder geval. Let's go. Oh shit, er zat er daar ook nog eentje dus. We hoeven er nog maar. Voor mij moet ik hier nog 30 voor of zo. Voor de HVK 20 of HVK 30 moet ik er nog 12. En dan ben ik daarmee klaar. Maar de longshots zijn dat zo kut, jongen. Wat op hoor. Fuck, hij blijft gewoon doorsprayen. Ja, dat kan ook natuurlijk. Dat kan ik niet met deze gun. Dus je moet natuurlijk rapid tappen of zo. Hoe zeg je dat? Triggeren. Kom maar even. De hit detection is ook slecht van dit wapen. Even eerlijk. Ik weet niet wat voor kogels die afschiet. Ja, dit slaat nergens op. Dit slaat echt helemaal nergens op. Call of Duty, what the fuck. Ah, een one shot wapen. Oh, kut. En dan komt er één met een shotgun. Fucked up. Maar ja. Weet je, als je nou eenmaal je wapentjes mooi diamond wil hebben, moet je het ervoor over hebben dat je niet zo heel goed kan gaan. Oh, dat was weer lekker lucky headshot dit, zeg. Godverdomme. Dat niet, want dat was gewoon een normale kill. Teammate oprotten. Wat? 2 keer dat ik mijn annihilator inroep. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? Ik loop in zijn line of fire. Wauw, wat een bullshit. Ah, dan word ik geslagen, ja toch. Hij wil echt een reactievermogen van Speedy Gonzales. Kom op. Chesso, kom op. Please, laat hier niemand zijn. Mooi, mooi, mooi. Kom. Gaat ze headshot. Ja! Het is een one headshot kill. Hoe zeg je dat? One shot headshot van een close-up. Oh, lekker hoor.
Oh, dit was ook eigenlijk een headshot, vond ik hoor. Oh my god, ik ben geturnd. Ik ben te hard geturnd. Ik geef het eerlijk toe, jongens. Ik ben te hard geturnd. Ik kom dan ook gewoon fucking scheef schiet. Fuck my life. Oh. De teammate heeft de Sentry Gun echt kut neergezet. Het ding maakt geen enkele kill daar. Oh! Sentry Gun. Oké, hij stond wel gecoverd, laat maar. Anders zou ik wel kunnen zeggen dat de Sentry Gun daar had kunnen pakken. Maar dat was niet het geval. Dat was niet het geval. Laten we daar maar niet van spreken. Anders lul ik. Dikke kak. Laten we daar maar op houden. Oh, ik heb al de warme keuken gemaakt. 25 om 12 is ons eindscore. Ik wil eventjes kijken hoeveel headshots we hebben neergezet. Geloof ik 5 of zo. Dan kan ik gelijk even kijken hoeveel headshots we moeten nog moeten voordat ik hem überhaupt gold kan maken. Want dan naar de andere challenges kan gaan. Dat is natuurlijk wel eventjes belangrijk. Nou, het is heel mooi. Chalks G, vind ik ook. Dan gaan we eventjes snel ons, hoe noem je dat? Good game gesture doen. Ik weet niet welke dat is, ik heb er voor deze nog niet heel veel. Hij slaat gewoon op de borst. Binnenkort ook weer supply drop opening, want ik heb bijna 800 supply drops. Dus dat is wel goed. Ik vind het wel een lekker potje dat we hebben neergezet. Shout aan alle jaren in het potje, zijn er best veel. Raymond. Ik hoop dat je deze video kijkt, jongen. Nou, laat zien, Call of Duty. Hoeveel headshots moeten wij nog voor de Shiva? Come on. Come on. Laten we even quitten. Create a class. Camo. Oh, moeten er nog 35. Als het goed is, ja, 35 tot. Of nee, 30 nog precies, toch? Voor mij moeten we. Wacht even hoor. Moeten de 100 hebben, 25. Nou, moeten er nog 30 hebben. En dan hebben we de Shiva. Kunnen we doorgaan met deze challenges. Dus hebben we nog niet gold. Maar dan hebben we hem alle headshots vertooid. En zoals jullie zien voor de HVK 30. Moet ik er nog 12. En dan kan ik ook door naar de volgende challenge zoals je hier ziet. Dus, mocht je nooit van deze video. Laat even een blauw duimpje omhoog achter. We hebben op dit moment 755 crypto keys. Dus, super bedankt voor het kijken in deze video. Het zijn er meer. Het zijn er 56. Jongens, zoals ik al zeg. Doei! I'm gonna go get some more.